Goedenavond, jongens en meisjes, dames en heren. En welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Switch op deze donderdag 2 februari 2017. Jawel, we zitten alweer in de tweede maand van het jaar. Voordat ik ga naar mijn gasten in de studio, want we hebben vandaag niet een heel vol programma, gaan we nu eerst even lekker naar een videoclip om er even goed in te komen. En dan ben ik na de clip terug met onze eerste gasten. Tot zo. En dat was een gloednieuwe videoclip die we volgens mij twee weken geleden, denk ik, Jury? Was het 2 weken geleden? Ja, 2 weken geleden. Voor de allereerste keer hier hebben laten zien. Een clip uit Videoland. Een clip uit Nederland. Jeetje, Mina. Sabri? Bra. Huh? Ja, Bra, Sabri Bra. Nou, dat is de allernieuwste videoclip. Señorita, je ziet hem alleen natuurlijk hier bij de Love Station. Nou, het is dan nu tijd voor mijn eerste gasten. Een hele tijd geleden was hij al een keer in de studio. En toen ja, had hij ook gasten mee weer genomen. Die eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, een steuntje in de rug nodig hadden. Nou, dat hebben ze gekregen en het is toen helemaal goed met ze gekomen. Vervolgens zijn er een heleboel andere jongeren geweest die ook een steuntje in de rug nodig hadden. En met die is het ook helemaal, en met die zijn het ook helemaal goed gekomen. Welgeteld zijn het er 700 jongeren die een steuntje in de rug nodig hadden. Waarmee, wanneer en hoezo? Nou, daarvoor is Alvin natuurlijk hier. Leuk dat je er weer bent, na lang. Thanks for having us. Ja, na lang weer een keer, hè? Yes. Ja, want hoe lang geleden is het ook alweer dat je was geweest? Toen we starten, bijna 3 jaar terug. Bijna 3 jaar geleden, time flies. Toch? Oké, en je bent weer niet alleen gekomen, want je hebt Gaia meegenomen. Ja, Gaia, leuk dat je er ook bent. Dank je. Ja, sommige mensen die zullen zeggen, ik ken Gaia ergens van, uit het straatbeeld en zo. Ja, dat kan wel een beetje kloppen, toch, Gaia? Zou kunnen, ja, oké. Wat hebben jullie met elkaar te maken? Ik ben als trainer verbonden aan het Power Traject van de Backlog. Uh-huh. Dat is een traject voor tweedekans jongeren. Uh-huh. En Gaia is een van de eerste pupillen geweest. En je weet, je toen, 3 jaar geleden? Was je van 3 jaar? Je bent van 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Oké, jij had ook een steuntje in de rug nodig. Ja, ik had er ook eentje nog. Ja, soms als jongeren. Dan, als je jong bent, dan raak je een beetje de weg kwijt. Dan heb je wel iemand nodig of een paar mensen nodig die je weer een beetje de goede weg opleiden. In wat voor zin, maar ik hoef niet tot in detail te weten hoor, maar in wat voor zin was je de weg kwijt? Wist je gewoon even niet meer wat je wilde doen? Wist je niet welke richting je op wilde gaan? Hield je met van alles bezig behalve met het goede? Nee, ik wilde te veel doen. Okay. Wat wilde je bijvoorbeeld? Ik wilde en naar school en dan wilde ik deze opleiding doen, maar tegelijkertijd ook die andere. En ik wilde werken, want je bent jong, je wilt feesten en zo. Ja, precies. Dus ik had eventjes weer de begeleiding nodig om te weten van oké, dit kan wel en dit kan niet. En dat kan niet. Ja. Oké, wat waren de dingen waarvan je dacht van nou, dat wil ik absoluut wel? Sowieso weer een beetje mijn leven op orde hebben gewoon. Ja. Want ja, als je te veel wil, dan raak je naar mijn inzicht ook een beetje de weg. Ja, precies. Ja. Als je niks wilt, als je te veel wilt. Ja, precies. Dus nee, ik ben wel blij dat ik die hulp wel gewoon gehad heb. Ja. Oké, nou ja, Alvin, met Gaia zijn er natuurlijk een heleboel andere jongeren. Yes. Want toen was je ook met 2 jongeren langs geweest. Dat ik 2 dames volgens mij ook. 2 dames. Hoe is het met hun? Ze maken het beide goed. Het zijn eigenlijk alleen de sterretjes, want Gaia is ook niet zomaar een student. No, er zijn geen studenten die zomaar studenten zijn. Nee. Maar sommigen gaan in het proces, ze worden sterker en ze vinden hun weg in de maatschappij. Anderen gaan in het proces, worden sterker en blijven om anderen zoals hun te versterken. Gaia is zo eentje. Ja. We hadden Grielda, die heeft heel leuke dingen gedaan in onstage samen met Sulele Blinker. Okay, die heeft een paar prachtige dingen gedaan. En we hebben onze star pupil, dat is Sharifa. Okay. Alle 3 dochters van me. en die heeft het, die doet jongen, het ook heel goed rijk, op de baan. Ja. Rijk, absoluut, ja, absoluut. En ze hebben het, die hebben het alle 3 goed gedaan, maar in totaal zijn het 700 jongeren, zei je? Iets meer dan 700, ja. Die dus de afgelopen jaren het traject hebben gevolgd? Uiteindelijk die hun certificaat hebben behaald, want er zijn er meer die het traject hebben gehaald, of tenminste, zich hebben ingeschreven. Is geschreven, maar niet iets meer dan 700 hebben hun certificaat bij ons behaald. Om wat voor jongeren ging het specifiek?
jongeren in de leeftijdsklasse van 15 tot en met 25, mm-hmm. de uitzonderingen waren er altijd, die vroege schoolverlaters waren, ja. of jongeren die vooral geen baan hadden, niet bijzonder gefocust waren op hun toekomstperspectieven. Ja. En eigenlijk jongeren die een beetje richting in hun leven nodig hadden, dat was onze doelgroep. Oké, en het maakte niet uit wat voor opleiding je hebt gelaten, wel hebt gedaan, niet had gedaan? Nee. Niveau maakte niet uit? Nee, onze focus, we hadden gedacht toen het programma uitzette, hadden we gedacht dat we meer nog MULO en lagere school zouden krijgen. Ja. Want lagere school was je minimum requirement. Maar we hebben uiteindelijk MULO gekregen, we hebben zelfs HBO-verlaters gekregen, mensen die het schakeljaar van de universiteit niet hebben afgemaakt. Dus het was uiteindelijk wel een mooie dwarsdoorsnede van de mooie mengelmoes. Ah, ja, dat kan, maar dat kan ik me ergens ook voorstellen. Want je moet best wel heel jong, moet je eigenlijk al weten wat je later gaat doen. Yes. En het is zo gek, ik denk Gaia dat het voor jou natuurlijk ook geldt, dat je ouders natuurlijk altijd roepen, ja nee, het is nog zo lekker, je bent nog jong en je kan van alles doen. Met het geval dat je dus ook echt alles wil doen. Ja. Klopt. Maar uiteindelijk moet je toch een keuze maken. Ja, klopt. Ja, toch? Ja. Kai, waar ben jij, welke richting is het uit? Of wat ben jij, je hebt dat traject gevolgd, ja. toen en toen? Toen ik klaar was met de power training zelf, toen ik mijn certificaat heb behaald. Ik was super blij, want dan heb je eigenlijk weer een beetje een vooruitzicht, want je hebt dan al iets behaald ja, en dan precies. kan je daarmee verder gaan. Ja. En toen ben ik gaan werken. Oké. Okay. En waar? Je hoeft niet de naam van het bedrijf te noemen, maar wat voor soort werk ben je toen gaan doen? Ik ben toen callcenterwerk gaan doen. Oké. Okay. Ik heb in de klantenservice heb ik gezeten. Oké. Okay. En toen kreeg ik een telefoontje van het kantoor van de Backlot. Ja. Van hey, we zijn bezig om een promoteam op te stellen. Ben je geïnteresseerd? Ja, precies. Ja. Dus dat heb ik ook het hele traject gedaan toen. Okay, dus okay. Het is toch wel fijn om als jongere waarbij iemand naar je toegestapt is, om je te vragen van hey, heb je hulp nodig? Okay. Om dat ook te kunnen doen, to give back, als het ware. Precies. En dat heb ik gedaan totdat dus het wervingsteam in principe niet meer nodig was omdat dus de trainingen zouden stoppen. Mm-hmm. En nu ben ik weer van plan om naar school te gaan, dus ik begin komende november begin ik met mijn opleiding. Wat leuk, wat voor opleiding gaat het worden? Ik ga evenementen, marketing en communicatie geven. Nou, dat is een hele leuke opleiding. Dus, toevallig weet ik dat uit ervaring. Het is heel pittig, maar wel een leuke opleiding. Ja, heel leuk. Luister Gaia, wat heb je geleerd van andere jongen wat je nog niet wist? Want jij hebt het traject gedaan, jongeren komen naar jou toe, maar ze vertellen ook hun verhaal. Zaten er verhalen tussen of zaten er dingen tussen waarvan je dacht, hé, daar heb ik misschien wel zelf ook weer wat aan? Eigenlijk was het meer de motivatie die zij aan elkaar gaven en aan mij ook. Dat ze elke dag kwamen en zeggen van, hey, heb je dit en dit gehoord of heb je dit en dit gedaan? Of we kunnen dit en dit zo doen of een opdracht kunnen we zo doen. Dus het was eigenlijk meer de motivatie. Dat vond ik best wel speciaal om te zien. Gewoon. Ja, omdat jullie dat onderling hadden. Ja, precies. En wat als je nu een top 3 kan maken van de dingen die je geleerd hebt tijdens het traject? Waarvan er nu misschien ook jongeren zitten te kijken, want het traject is afgelopen. Wie weet dat er toch nog een vervolg komt, toch af? Want dat is eigenlijk wat jullie misschien wel het allerliefste willen. Dat hoop ik. Ja, toch? Maar er is gewoon heel veel geld voor nodig. Maar goed, je weet maar nooit. Maar nu zitten de jongeren te kijken die misschien wel net als jou nou net even te veel willen doen. Niet zo goed weten wat ze willen doen. Misschien een opleiding doen die ze helemaal niet leuk vinden. Daar weet ik ook alles van. Een top 3 van dingen. Waar zouden ze als eerste naar moeten kijken? Bij hunzelf. Een stappenplan maken in ieder geval. Het belangrijkste is dat je... Want je kan wel heel veel dingen willen, maar het moment dat je het op papier zet, dan is het toch wel wat anders. Maar hoe maak ik een stappenplan? Maar dat heb ik zit te kijken en dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is niet zo moeilijk. Je kan het in principe ook gewoon met een blaadje, een pen en papier doen. En dan schrijf je op wat je wilt doen. Bijvoorbeeld, je wilt een bouwer worden. Ja. En dan schrijf je dat en dan trek je misschien een pijltje en dan schrijf je daaronder. Wat is daarvoor nodig? Ja, precies. Dan schrijf je daaronder van, hé, dat is daarvoor nodig. En wat heb ik daarvoor weer nodig? Dus het is eigenlijk een ontrafelingsplan. Dus stap 1, een stappenplan. Ja. Stap 2?
Sollicitatiebrieven. Dat is wel even een dingetje. Ja, want ik heb het op school heb ik het heel anders geleerd hoor. Ja. Het is toch wel anders. Omdat er zijn wel gelijkheden, maar het is toch wel anders. Wat is er anders aan? Je afsluiting, de opstelling meestal. Ja. Waar moet ik heel erg op letten als ik zo'n brief ga schrijven? Want ik ben jong en ik heb mijn stappenplan gemaakt en ik moet gaan solliciteren. Want jij hebt ook gezegd, je moet sollicitatiebrief durven zullen. Wat zijn dingen die er absoluut in moeten zitten zodat ik eruit spring? Wat jij hebt geleerd? Sowieso, je moet in het begin gewoon netjes groeten, netjes zijn, geachte heer of mevrouw. Je openingszin. En dan een klein beetje vertellen over jezelf, gewoon wat je passies zijn. Dus ik mag het een beetje persoonlijk doen? Ja. Vooral bij een sollicitatiebrief moet je het vooral persoonlijk maken, want dat is eigenlijk de eerste kennismaking met jou. Oké. Vanuit het bedrijf. Oké. Dus dan is het wel belangrijk dat je dat persoonlijk maakt. Dat is belangrijk. Oké. Dus stap 1, mijn stappenplan. Stap 2, mijn sollicitatiebrief. Stap 3. Feedback. Van wie moet ik dat zoeken? Eigenlijk het feedback geven en ontvangen hoor. Okay. Het is van beide kanten, want om feedback te ontvangen moet je het ook correct kunnen geven, want je kan wel feedback geven. Ja, maar kijk, luister, maar je zegt feedback. Oké, ik zit thuis, ik heb mijn sollicitatiebrief gestuurd en toen. En dan ga ik weer naar huis, want ik heb mijn brieven allemaal op de bus gedaan, of op de bus, hier brengen ze het zelf allemaal rond. Ja, en dan? En feedback, ja, maar hoezo feedback? Je wacht dan op reactie natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik zit elke dag bij de brievenbus. Ja, als je dan je reactie hebt gekregen, geef je gewoon netjes antwoord. Oké. En als het dus blijkt... Ook als ze me niet aannemen? Als het dus blijkt dat ze jou niet aannemen in een hele nette brief, geven ze dat natuurlijk door. En dat jij dan ook gewoon zegt van, hey, hartelijk dank dat je toch wel mijn brief hebt gelezen. En natuurlijk dus in wel een nette brief moeten we gewoon zeggen, eigenlijk vind ik je stom dat je me niet hebt aangenomen, maar bedankt anyways. Dat is het een beetje. Ja oké. En dus dat zijn de drie dingen die ik moet doen? Ja. Oké. Maar Alvin, als ik nou die drie dingen heb gedaan en het lukt me maar niet om toch grip op mijn eigen situatie te krijgen. De drie dingen Want die we kunnen niet meer naar jullie toe rennen. Nee. Maar de basis die is gelegd is eigenlijk een basis waarbij we werken aan twee dingen. Een bag of tools toereiken aan ze. En dat heeft ze heel mooi benoemd toen ze aangaf dat je een stappenplan moet maken. Want je moet weten waarom je het gaat doen en dan wat je gaat doen. Maar daarnaast geeft ze nog een belangrijke tip, behalve die tools, je attitude. Want die feedback waarover ze het had, dat gaat je shapen. Dat gaat maken hoe je in het leven staat. Ja. Dat gaat maken hoe je gaat reageren wanneer je tegenslagen krijgt. Wanneer je nou net die ene sollicitatiebrief of het antwoord op die brief krijgt en het antwoord is negatief. In stede van dat je nu terug gaat in je oude, vertrouwde omgeving. Misschien self-pity of zo. Dat je dan gewoon toch wel de sterke zelf van je, van de sterke kant van je kan vinden. En die kan laten, die kan blijven profileren. Dus dat is het. Twee dingen. 1, de tools om het te maken. Maar vooral hebben we gewerkt aan hun attitude. Dat ze een winnaarsmentaliteit hebben en een mentaliteit van doorzetten, een mentaliteit van doen. Ja. Proberen niet. Er is 1 quote die ik heel sterk vond, die mijn collega's ook heel vaak hebben gebruikt. En dat is aanraken is afmaken. Waarbij we aanraken is afmaken. Yes. Leg dat eens even uit. De student dat meegeven, dat op het moment dat de student zijn stappenplan maakt, hij weet van, hey, dit zijn de schakels die ik nodig heb. Als dan de persoon daarmee begint, dat die persoon zich ook wel realiseert. Dat er ook al zullen er hordes komen, want het leven geeft hordes. Het is nou eenmaal niet allemaal makkelijk en smooth en precies, weet ik het wat. Maar dat je daarna dan wel door blijft gaan. Op het moment dat je hem aanraakt of op het moment dat je ermee start, dat je er ook aan committeert. Want het leven heeft 1 ding dat we niet terug kunnen krijgen en dat is tijd. Dus als je er tijd in stopt, dan zorg je er wel voor. Dan heb je eigenlijk je alles gegeven, dus zorg je er wel voor dat je committeert eraan en dat je het afmaakt. En dat je het afmaakt, dat is vooral heel belangrijk. Je hebt het net al gezegd, dus afmaken en je committeren aan iets, dat is heel belangrijk. Wat zijn 3 dingen die ik absoluut niet moet doen? 3 dingen die je absoluut want we hebben nu gehoord wat we wel moeten doen, maar wat zijn de 3 dingen die we niet moeten doen? Onze grootste obstakels zijn denk ik als eerste dat mensen geen feeling hebben van het feit dat de tijd ze passeert en dat ze ergens moeten beginnen. Want soms hebben ze zulke grote plannen van ik wil een huis, ik wil een erf, maar die plannen lijken zo ver.
Dus wat je niet zou moeten doen is grote plannen maken en alleen maar naar die grote plannen blijven kijken en dat groots, want dat bereik je moeilijker. Want we moeten eerst kruipen. Precies, dus als je dat in stappen kapt, in kleinere stappen, hapbare brokjes, dan kan je daaraan beginnen. Maar als je naar dat groot deel blijft kijken, heb je soms zoiets van, oh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Dus een pitfall zou zijn, grote plannen maken en ze zo groot laten. Het tweede, wat we hebben gezien dat een probleem is bij onze jongeren, is een beetje time management. Time management is het van, we doen het morgen, we doen het volgende week. Oma ook, we moeten nu gaan. Oma, ik kan 5 minuten later gaan, want ze gaan me toch 5 minuten laten wachten. Dus zeg ik daar uiteindelijk, een half uurtje later. En heb je misschien geen zin in. Maar het is nu al een half uur laat. Laat maar, En dan bel je ze ook niet terug. En dan bellen ze je, dan neem je niet op. Toch? Dus het heeft zoveel staartjes. Dus ik zou zeggen, time management. Dan weer Arakis afmaken. Als je begint ermee, afmaken. En ja... Je attitude, wanneer je tegenslagen krijgt, en dat hebben deze jongeren, want we hebben jongeren die met verschillende soorten achtergronden, huiselijke omstandigheden, een heleboel weer is. Dat had je toen ook inderdaad verteld. Ik bedoel, het is niet zo dat het altijd maar zo is, omdat ze geen zin meer hadden op een dag in school. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk altijd wel een reden. Precies. Ja. Precies. En het laatste zou zijn om die reden... eigenlijk een oorzaak te maken van je falen, want eigenlijk een ondanks mentaliteit creëren in steden van een omdat mentaliteit, weet je, en omdat dat is gebeurd heb ik het niet gered, maar een dus dan ga ik maar achterover gebeurd. Zitten en precies, in een hoekje en huilen precies. De hele dag. Want we hebben situaties gehad, weet je, je probeert als docent, als trainer, probeer je dat je houdt je emotionele walls hou je op, maar er zijn toch wel van die zaken die je raken waarvan je zegt, weet je. Jongen of meisje, eigenlijk moet ik je gewoon even bij de hand ook nemen. Echt. Ik heb gevallen gehad waarvan ik heb gezegd, weet je wat, jij gaat vanaf vandaag in mijn huis wonen, deze kamer is van jou. Weet je, en dat kan uiteindelijk niet. Maar dat je mensen dat meegeeft, dat je je situatie niet laat neerslaan, maar dat je moet verder, weet je. Je moet, het is geen willen, je moet verder leven, want het leven heeft geen pauzeknop. Nee, absoluut niet. Maar luister, nu zijn alle jongeren die het traject hebben gevolgd, goed hebben afgerond, die krijgen een certificaat. Of hebben ze het al gekregen? Of krijgen hebben ze al een certificaat gekregen. Oké, hebben het al gekregen, maar er komt een afsluiting. Een closing ceremony. Ja. Wanneer? Dat is 13 februari aanstaande. Het wordt gehouden in het SOI-gebouw, dat gebouw van het Surinaams Olympisch Comité. Oh ja. Yes, daar wordt het gehouden. En de bedoeling chic is... Chic de Fremo, Gaia. Ja, Chic de Fremo, Gaia. Prachtig Fremo. Programma. Ja. De bedoeling is omdat de werkgevers, die een heleboel van onze jongeren zijn nu ook al gewoon te werk gesteld. Oh, geweldig. En de bedoeling is dat de werkgevers eigenlijk contact kunnen maken, of tenminste kennis kunnen maken met het traject waardoor één zo'n jongere is gegaan. Zodat er meer begrip komt vanuit de samenleving, maar ook dat de samenleving ziet dat onze, we zullen ze geen probleemjongeren noemen. Nee, maar dat er wel jongeren zijn die misschien een bagage hebben dat ze ook best wel willen. Mm-hmm. Maar soms gewoon even niet weten hoe. Er zijn ook genoeg jongeren die niet een extra bagage hebben en ook eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. Want alles lijkt leuk als je heel jong bent. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, jij bent nog piepjong. Dus kan dat is ook gewoon zo. Maar dat geldt gewoon voor ons, denk ik ook. Tenminste, voor mij zeker. Ja. Ik vond ook alles leuk. Het was een beetje als Gaia. Maar het leuke van het traject was ook, dat hebben mijn collega's en ik ervaren, dat het niet zozeer was... trouwens, mijn filosofie van leren is niet leren. Mijn filosofie van leren is samen groeien. Uit de omstandigheden van de studenten heb je ook wel heel veel mee kunnen pakken van hé, dat kan je vereenzelvigen met situaties. Ja. Maar jij groeit er zelf ook uit. Want als je slagen hoort de studenten krijgen en je ziet één zo'n student morgen weer, dan denk je, boy, dat je het hebt gered. Ja. Je bent echt sterk. En dat je gewoon door bent blijven gaan. Dat is ook een motivatie natuurlijk voor al die anderen. Yes. Maar goed, want dan gaan we weer even terug naar het Olympisch Comitégebouw. Ja, dat is 13 februari, dus dan hebben we daar ook werkgevers. En toen? Dan krijgen ze de experience van hun lifetime. Want ze gaan precies door het traject, het wordt een beetje nagebouwd, wat de studenten hebben doorlopen. Het traject, het curriculum, wat ze allemaal hebben gedaan, dat wordt een beetje nagebouwd daar. Dus als jij als werkgever komt, of als participant, dan ga je 5 tot 6 plaatsen. En dan heb je activiteiten die zij ook hebben gedaan. Okay. En nadat je die activiteiten hebt gedaan, kan je aantonen wat jouw ervaring is met die activiteiten. Mm-hmm. Maar dan begrijp je ook door welke bril een student bijvoorbeeld heeft geleerd te kijken naar zijn beroepshouding. Waarom de student je feedback geeft op een bepaalde manier. Waarom de student heel erg
prettig geformuleerd dat je kan zeggen van dit vind ik niet leuk, dit is wat het met me doet en dit heb ik graag dat je de volgende keer doet. Dus we brengen ze door die experience en dan hopen we dat er meer begrip komt vanuit de samenleving. Dan hopen we dat we een push geven aan andere organisaties die ook hiermee bezig zijn. Mm-hmm. Maar vooral de deuren open houden bij de werkgevers van onze studenten. Want uiteindelijk gaat het daar wel om. Ja. Want als je zegt je gaat terug naar school, dan moet je uiteindelijk ooit eens gaan werken. Ja, dan moet je gaan werken, want je kan niet de eeuwige student blijven. Precies. Dus sommigen hebben een schooltraject, sommigen hebben een school- en werktraject, en sommigen hebben een werktraject. Dus we hopen voor geopende deuren bij werkgevers hier. Oké, maar als ik nu zit te kijken als jongere thuis, ik heb niet meegedaan aan jullie traject, maar zoals je zei, er komen ook werkgevers en misschien ben ik uit mezelf al wel begonnen om toch mijn leven weer een beetje op de rails te krijgen. Ben ik dan welkom om te komen? Voor dat specifiek event niet, maar wat je wel kan doen, onze Powered Facebook page, die staat er nog gewoon en die zal er nog even staan. We krijgen nog daar reacties op elke dag en we gaan er zelf nog op, waardoor we, het prettige ervan is, je hebt na deze 3 jaren heb je organisaties kunnen identificeren en kunnen zeggen van oké, als ik luister naar wat jij wil, dan zou ik je daar moeten kanaliseren of dan zou ik je zo kunnen helpen. Dus als ze reageren op onze Powered Facebook page, dan kunnen we ze wel wat tips en tricks geven hoe zij hun traject zouden kunnen smoother kunnen maken. Dus uiteindelijk kan ik toch nog in contact met jullie blijven, om het zo maar even te zeggen. Naar de Facebookpagina van Powered. En dat schrijf je P-O-W-E-R. E-D. E-D, ja. Yes. Powered. Dat is het. Ga daar eventjes naartoe. Schroom niet, schaam je niet om gewoon alle vragen te stellen die je graag wilt stellen. Want uiteindelijk door juist niet te vragen en om te blijven zitten, ja, daarvan kom je helemaal niet vooruit. Maar juist door je vragen op te sturen en antwoord te krijgen en te zorgen dat je antwoord krijgt van professionals, dat kan je misschien wel op weg helpen en op weg helpen straks naar misschien wel die hele leuke baan of misschien wel naar je droombaan. Want dat is het natuurlijk uiteindelijk. Yes. Ja, yes, toch? Ja. Gaia, dan vind ik wel eigenlijk, wat zou je nog aan de jongeren mee willen geven die niet in zo'n traject zitten? Dat je eigenlijk niet altijd... Dan moet je naar hen kijken natuurlijk. Dat je niet alleen bent. Er zijn altijd mensen om je heen die je willen helpen, kunnen helpen. En gewoon echt bereid zijn om je te helpen. En ja, we zijn... Niemand is alleen op de wereld. Dus niemand hoeft er alleen tegenaan te gaan. Okay. Dus, vooral geloven in jezelf. En vooral geloven in jezelf. Ja. Gaia, wat wil je uiteindelijk doen? Want je gaat met je opleiding beginnen. Ga je dat hier doen of in het buitenland? Ik ga in het buitenland. Naar het buitenland. En wat wil je uiteindelijk worden? Want het is een hele brede opleiding. Ik wil uiteindelijk een evenementenbureau gaan starten. Opzetten. Ja. Oh, nou hartstikke leuk. En dan kan je evenementen voor Alvin weer opstarten. En Powered. Ja. Ja, toch? Dat is uiteindelijk is een win-win situatie, Alvin. Helemaal. Alvin, wat hopen jullie als organisatie? Want jullie hebben het nu 3 jaar gedaan, de Backlot. Willen jullie nog 3 jaar? Wow. Moet dit iets gaan worden waarvan je zegt, nou, er moet eigenlijk niet een limiet aan verbonden worden voor 3 jaar. We willen gewoon graag weer starten met een groep, met een klas. Als je kijkt naar het rendement van de trainingen die we hebben gedaan, dat zou je willen blijven. Omdat je ziet ook dat ons scholingsproces, zoals dat nu in elkaar zit, dat het lijkt en dat het best wel aangevuld kan worden met extracurriculaire vaardigheden. Dus als er funding hiervoor gevonden wordt, gaan we maar al te graag hiermee door. Ja. Want daar is gewoon geld voor nodig. Absoluut. Ja, dus als er nu iemand zit te kijken en die denkt, nou, ik heb nog een zak geld over, denk dan aan de organisatie Powered. Ja, toch? Ja. Het zal wel de benefit. Ja, het zal wel de benefit. Nou, hartstikke goed. Gaia, ik wens jou heel veel succes met de studie, want het is 4 jaartjes denk ik, of niet? Drie jaar, inclusief stage? Dat is 3 jaar. 3 jaar, inclusief de stage ook. Oké, en kom je naar hier stage lopen? Ik weet nog niet waar ik mijn stage ga lopen. Oh, oké. Als de mogelijkheid er is, kom ik wel. Ik heb nog wel wat stages voor jou. Alvin, ik wens jou ook nog heel veel succes. En ik hoop dat je over een tijdje weer langs kan komen om te zeggen dat je een nieuwe klas kan beginnen. Ik hoop het ook. Oké, nou hartstikke goed. Ik ga er nu eventjes uit. En als ik terug ben, ja, dan gaan we nog even kijken wat het gaat worden. Tot zo. De ABC Studio, wat een zonnige videoclip was dat, jury. Dat was een hele zonnige videoclip. Ja, daar worden we helemaal vrolijk van. En ook natuurlijk van het mooie verhaal wat Gaia net hier heeft verteld samen met Alvin. Powered, dus het traject wat Powered heeft uitgezet, dat is dus nu voorlopig even gestopt.
3 jaren lang zijn ze daarmee bezig geweest. Iets meer dan 700 jongeren hebben daar gebruik van gemaakt. Nou, en al die jongeren wil ik zeggen top, top, top. En heel veel succes met wat jullie ook gaan doen. Als jij dus nog thuis zit en je denkt van ja, eigenlijk herken ik wel wat van mezelf in het verhaal van Gaia. Of misschien door omstandigheden, door hele andere omstandigheden, dat je je school niet hebt kunnen afmaken. Nou, nogmaals, schaam je vooral niet. Ga naar de Facebookpagina van Power. Stel al je vragen daar, want onder andere Alvin en een heleboel andere mensen, trainers, die zullen al jouw vragen beantwoorden en kunnen jou misschien wel weer even op weg helpen. Want het is helemaal geen schande als je even op een zijspoor bent beland. Maar ja, het is natuurlijk wel weer de bedoeling dat je op de juiste route terechtkomt. Dus maak er absoluut nog eventjes gebruik van. En wie weet dat dit traject weer zal starten. Misschien wel later in het jaar. Nou, dan komt Alvin zeker weten wel weer terug om jou daarvoor uit te nodigen. Maar zorg er in ieder geval nu voor dat je al het voorwerk ervoor doet. Nou, en meteen met Alvin en Gaia. Ja, dan kan ik meteen ook alweer gaan afsluiten. Want het waren mijn enige gasten. De bedoeling was dat we het vandaag ook nog over mode volgens mij zouden hebben. Nou, wellicht dat dat dan volgende week gaat worden. Maar voor nu groet ik. Dus denk eraan, dit weekend dan zijn we er weer. Maar dan zijn we op zaterdag in de herhaling. Morgen zijn we alweer te zien op YouTube. Wat je dit weekend ook gaat doen. Als je een glaasje op hebt, laat je je altijd rijden. Volgende week zijn we weer met een gloednieuwe uitzending. Dank je wel Mel en Gies Herbar. En natuurlijk ook dank je wel Delmira's Beautiful Nails. Check onze Facebookpagina natuurlijk van Switch. Waar je alle foto's van voor, achter, naast en onder de schermen nog eventjes voorbij ziet komen. Ik zie jullie volgende week weer. Same time, same place. Bye.